En wie was diep, diep onder de indruk van, deze, van dit succes? Adolf Hitler. Want merkwaardig genoeg had Adolf Hitler geen rijbewijs, maar hij was enorm geïnteresseerd in auto's. Hij mocht er ook heel graag over praten, over auto's. Het verlosse kunt u mij horen. Mocht je automatisch een seintje willen krijgen als we weer een nieuwe aflevering voor je hebben gemaakt, dan kan dat. Het enige wat je hoeft te doen is je te abonneren op deze podcast. Druk op het plusje op Apple Podcast en op Spotify druk je op volgen en op het belletje. De gruweldaden van Adolf Hitler die zijn breed bekend, maar veel minder bekend is wat we eigenlijk te danken hebben aan der vuur. In deze aflevering duiken we in de geschiedenis en kijken we naar wat we vandaag de dag nog steeds gebruiken, maar wat we eigenlijk te danken hebben aan Adolf Hitler. Uh, we moeten een, een aandacht besteden aan de geschiedenis. En daarvoor moeten we nog weer veel verder terug. Uh, want degene die de Volkswagen eigenlijk nou bedacht is, misschien een groot woord, maar die de, verreweg de grootste en meest effectieve pleitbezorger van de kever was, dat was, het, overigens werd die pas veel later zo kever genoemd, dat is iets, iets nieuws. En uh, niet in het begin natuurlijk, dat was Adolf Hitler. Je kunt rustig stellen: zonder Hitler geen kever. Hitler is dé initiatiefnemer, de initiatiefnemer, de, de man die de zaak op de rails gehouden heeft. die voor financiering heeft verzorgd. Kortom, hij wilde een autootje voor het volk. Er was ook een volksradio en dus zou er ook een volksautootje komen. Dat is eigenlijk de kever: een volksautootje voor de Duitse bevolking. Dat daar in, dat tijd, in de tijd van het Dennerijk niets van gekomen is, dat zullen we zo zien. Maar hoe was hij op het idee gekomen van een volksautootje? He, een autootje voor iedereen. Bovendien een autootje wat ook echt een autootje was. Niet een zogenaamde kleinwagen, zoals de Duitsers dat noemen. He, niet een Messerschmidt cabineroller of een BMW IZ of andere ongelukkige producten van na de oorlog. Nee, een echte auto. Want dat was de kever. Het was... Een echte auto. En als je er nog een hebt, dan is het nog steeds een echte auto. Zij wel wat beperkt in de ruimte en wel, wel een beetje lawaaiig. Maar goed, we moeten terug naar de T-Ford. De T-Ford was namelijk de allereerste volksauto. Uh, Henry Ford, uh, dit speelt natuurlijk in de Verenigde Staten. Dat speelt bovendien in, uh, in Detroit, waar hij werkte voor de Edison Company als, als technicus. Hij was opgegroeid op het platteland. Hij was toen al in het verhaal wat nu gaat beginnen. Eigenlijk een man van middelbare leeftijd. Oké, okay, vroeger middelbare leeftijd, maar toch van middelbare leeftijd. Hij had al wat, wat gerommeld in auto's. Hij had al een autofabriekje. Hij had ook wat auto's gebouwd. Maar hij was tot de conclusie gekomen: wat ontbrak was een goede, goedkope, solide. kwalitatief hoogwaardige auto voor de gewone man. Liefst. Was zijn ideaal eigenlijk voor de agrarische bevolking. Dus het, hij moest ook overal tegen kunnen. Ja, had toen natuurlijk, dit speelt zich af, de eerste prototype van de T-Fort. Dat zal ergens 1906, 1907 zijn. Het ding was voltooid en, en is in productie gegaan in 1908. We zullen zo zien dat daarna ook nog hele belangrijke veranderingen zich hebben voltrokken. Maar het was in principe een solide, simpel. Maar kwalitatief hoogwaardig vervoermiddel. We zullen zien dat dat voor een belangrijk gedeelte ook geldt voor de Volkswagen. Uh, het is nu nog zo dat je in de Verenigde Staten, bij mijn weten, 100 jaar oude T-FORS kunt krijgen, die eigenlijk nog heel behoorlijk functioneren. Ik heb ooit een middagje in een t ford gereden. Ik moet bekennen, ik heb niet zelf gereden, want een t ford wordt totaal anders bediend dan een moderne auto. Dus. Uh, het zijn drie pedalen die andere dingen doen dan. Eh. Ik geloof dat het gas zit aan het sturen. En, nou, ja. Het, het, het werkte ook daar niet van. Maar... En ik vond het heerlijk rustig. Re, kilometer of zeven, dat kon ook niet harder. Eerlijk gezegd. Een vrij ruim bemeten motor, 2,9 liter. Dus dat is fors. Daar kwam, dacht ik, iets van 29 pk uit. Dat stelt natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel voor. Maar ze waren, wat hij beloofd had. Onverslijdbaar, betrekkelijk goedkoop. En nogmaals, je kunt er nog steeds. schijnt er nog steeds heel behoorlijk functionerende. En, eh, voorbeelden van te zijn die nog te koop zijn. Dus wie weet. Het ding waarin ik mee mocht rijden. Want het ging eigenlijk om meerijden. Werd voor trouwe rijen gebruikt. Dat je begrijpt, dat is leuk. Zo'n oude auto en zo. Ja, dat doet natuurlijk het meest denken aan de oude schicht van heer Bobbel. Zo'n beetje dat, dat idee. Het moest ook niet gaan regenen, want dan moest je een enorme kap opzetten met haakjes en een allerlei rare rommel. En, 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 je kon over Steve in alle denkbare uitvoering krijgen: twee persoons Steve een Runabouts, alles. Grote en kleine. En hij is eindeloos lang in productie geweest. Het was een ongekend succes. Begin jaren twintig domineerde Ford eigenlijk de hele automarkt in de Verenigde Staten. Ik denk dat 60% van de toen verkochte auto's waren T-Fords. Dat nam overigens in de loop van de jaren 20 snel af, want de T-Ford verouderde. Dus dan tenslotte wordt Chevrolet het grootste merk in de Verenigde Staten, maar dat is van later datum. Dus in 1908 was die begonnen aan de productie van de T-Ford. In de jaren daarna hadden ze al het hele productieproces heel sterk gerationaliseerd. Zoveel, zo handig mogelijk ingericht, zodat er zo weinig mogelijk energie verloren zou gaan. Maar ze hadden ook al bedacht, ze wilden eigenlijk die auto aan de lopende band bouwen. Hoe kwamen ze aan het idee van de lopende band? Want je moet maar op het idee komen om een auto aan de lopende band te maken. Het is ook, kijk, in eerste instantie gewoon veel voor de hand liggend. Je hebt het chassis, dat staat daar. Dan schroef je wieltjes aan en je schroeft er wat anders op. En tilt er een motortje in. En die dingen zaten ook in dat tijd enorm simpel in elkaar, moet ik erbij zeggen. Vergeleken met de immense complexiteit van veel moderne auto's. In die zin kun je je afvragen waar het. Het draaipunt ligt waar de complexiteit van de auto zo groot wordt dat het eigenlijk betrekkelijk zinloos is. Dat je alles met elektromotortjes en knopjes en zo kunt besturen. Het hoeft niet per se. Ik heb mij de helft van mijn leven in auto's gereden. die, laten we zeggen, simpeler waren dan een mechanodoos, bij wijze van spreken. En dat is nu heel anders. Maar goed, aan de lopende band. Waar komt het idee van de lopende band vandaan van slachterijen? Want je weet hoe het gaat, het varken wordt eh, binnengebracht, ja, voor de varkens vaak een zeer traumatiserende ervaring. Het varken wordt vermoord en vervolgens wordt het varken opgehangen aan een haak en volledig uit elkaar genomen. Want dat die band met die, met die dode varkens die beweegd is, wordt ze geloof in tweeën gezaagd. En, en dan wordt dit eruit gehaald, de organen worden eruit gehaald, de pootjes worden eraf gehaald, hè. pied de caution. De Fransen maken daar een heerlijk gerecht van. Je denkt varkenspootjes, ja, ik is wat smerig. Maar het ziet er heel anders uit. Pied de Conchon kan het aanbevelen. En tenslotte er blijft er niks van over. Dat is het idee. Het bouwen van een auto is precies het omgekeerde proces. Maar het basisidee is natuurlijk hetzelfde. Dus die ingenieurs van Fort waren ook gaan kijken in die grote slachterijen in Chicago. Hoe je dat nou het beste in kon richten en hoe je dat tempo bepaalde en hoe je die, dat productieproces enigszins kon sturen. En in 1913 waren ze klaar met alle studies en inrichting en werd voor het eerste T-Fort aan de lopende band gebouwd. En dat is eigenlijk de combinatie van het idee van een simpele, kwalitatief hoogwaardige, niet al te dure auto gebouwd aan de lopende band. Dat is het kernidee van de autosamenleving. Zonder lopende band was het niks geworden. Want dan was de auto natuurlijk toch een luxe product. Tegenwoordig is het in allerlei opzichten weer een luxe product. Hè. Ik begreep tot mijn, tot mijn eigenlijk lichte verontwaardiging. dat de fabrikanten besloten hadden. om, om die, die autootjes. bij auto's bij auto's toch A, B, C, D. allerlei soort van klein naar groot en zo. Dat ze die hele A-sector. waren ze van plan om op te doeken. Ik zou maar zeggen. Citroën C1 en een Toyota Aygo en wat had je nog meer? Zo'n Peugeotje had je ook. Hartstikke leuke olie. Daar verdienen ze geen reet op. Dat is, dat is iets wat ik pas veel later in mijn leven heb begrepen. Hoe goedkoper het autotje, hoe, hoe minder de fabrikant eraan verdient. Hoe duurder de auto, hoe meer de fabrikant eraan verdient. Ik ben ervan overtuigd dat aan die elektrische Volkswagen... Niet waar die I3, dat daar minder geld aan verdiend wordt, zeker per exemplaar, dan laten we zeggen aan de Audi E-Tron GT. Hè. Ik weet niet waar je dan zit, dan zit je aan 130.000 euro of zo. Ja. Of je daar dan gewoon 10.000 bovenop legt, dat maakt, niemand, dat maakt niks uit, niemand die het weet. Je kunt het rekenen zoals je wil, natuurlijk. Aan dure auto's wordt veel meer verdiend. Ik geloof dat het Fiat-concern. Ja, dat bestaat niet meer. Dat is tegenwoordig onderdeel weer van een veel grotere uh, constructie. Dat verdient verreweg het meeste aan de Ferraris. Wat, ja, of nou een Ferrari 240.000 euro kost of 220.000 euro. De kopers van dergelijke auto's kan het geen reet schelen. Sterker nog, ik denk dat hoe duurder, hoe beter ze waarschijnlijk zullen zijn, denken zij geheel onterecht alles. Als u zelf... Uh, een auto wil kopen waar de fabrikant zo weinig mogelijk aan verdiend heeft en u er dus zoveel mogelijk voordeel van heeft, koop dan een betrekkelijk goedkope auto tweedehands. Dan, dan, zit, je echt, dan zit je echt gebakken. Een occasion. Ja, als je in Nederland geen occasion koopt, als je in Nederland een nieuwe auto koopt, dan, dan zou ik zeggen: dat, doe dat nou niet. Maar als je die behoefte hebt, koop dan toch een occasion. En alle psychische problemen die daarmee samenhangen. Eerst uw verlangen naar een nieuwe auto. En vervolgens uw lichte teleurstelling voor die occasion. Daar is dus een prijsverschil tussen. Besteed dat nou aan een goede psychiater. Dan denk ik dat u een geestelijk gezonde mens wordt, eerlijk gezegd. Maar we moeten natuurlijk nog even uitleggen wat een ongelooflijk succes die lopende band was. Omdat de prijzen ook van. Die auto's die nam naverland af naarmate het aantal productieuren wat je nodig had om zo'n ding in elkaar te zetten. Ik geloof dat als je het op één plek liet staan dat je iets van twaalf manuren nodig had om zo'n t voor te bouwen. En dat tenslotte toen de band lekker begon te lopen dat je anderhalf uur nodig had om een t voor te bouwen. En dat werd ook wel in de prijs doorberekend. He, dit is de eerste auto die de arbeiders zelf konden kopen heeft ook de uurlonen van zijn arbeiders verhoogd omdat de productiviteit zo sterk gestegen was dat was wel gebonden aan allerlei strakke maatregelen, je mocht geloof niet in je neus peuteren en je moest een vergunning vragen met de wc te gaan, het was een beetje een dictatoriaal systeem maar het was voor het eerst dat de arbeiders de auto konden kopen die ze zelf bouwden kijk daar rijdt weer zo'n leuk Toyota Aygootje daar gaan ze nou mee stoppen dan verdienen ze te weinig aan. Dat vind ik ontzettend jammer. Ik moet zeggen. Je ziet ook vaak. in ontwikkelingslanden. dat daar zo'n marktonderkant is. waar je dit soort autootjes. nog leuk kunt verkopen. Ik moet zelf zeggen. altijd als ik naar de garage ging. kreeg ik zo'n C1. Die kreeg ik mee voor een dag. om, als, als de, om, uh, om toch te kunnen rijden. Die daar. Ik, vond altijd, ik heb me altijd enorm vermaakt. met die C1. Een drie-cylinder-motorje. Zit daarin. In al die. Die werden al die drie reeds genoemde types werden in dezelfde fabriek gebouwd. Dus je had ook het voordeel, niet waar, dat de quality control was van Toyota en niet van Peugeot en Citroën, wat, wat een wereld van verschil is, althans volgens mij. Dus ja, ik reed er graag in. Omdat zo'n klein autotje, dat ja, zal zo'n ding wegen, zo'n 700 kilo of zo. Eh, dat voelt anders aan. Net, net of je. Of je op de, op de rug van een balletdanser zit, zou ik maar zeggen. Ja, van die grote auto's. Hè. We hebben het er vaak over die reuze die hier door de straat koersen. Hè. Dat je altijd verbaasd bent dat er niet drie masten op staan. Dat doen zij ik het meest aan denken. Aan een soort drie masters. drie driemasters. Maar mensen van jouw leeftijd die zeggen, ja, ik heb dan lekker veel blik om me heen. Dat geeft me wel. Ja, daar gevoel. heb ik helemaal geen last van. In principe. Is, is alle, zijn alle auto's die in Nederland op de markt verkocht mogen worden, zijn ooit onderhevig geweest aan het Europese testsysteem. En daar kun je ook sterren winnen en zo. En vrijwel al die auto's die, die, kunnen bij, die hebben een veiligheidskooi, een kreukelzone. En ja, al die dingen die ooit uitgevonden zijn, die vroeger niet bestonden. We zitten nu in een auto die geen veiligheidskooi heeft, die geen kreukelzone heeft. Maar ja, daar kon niemand iets schelen. Niemand was eigenlijk op het idee gekomen dat, dat je dat zou kunnen maken. Bij mijn weten is Mercedes daarmee gestart, ooit in de jaren 50. Met dit soort van, laten we zeggen, dat is de zone, de passieve veiligheid. We keren terug naar de Ford, een enorm succes. Dat was natuurlijk ook een, een wereldwijd voorbeeld van, van de enorme potentiële efficiëntie van industriële productieprocessen. He, dat moesten we ook ontdekken, dat dat zo was. In Amerika is nog jarenlang veel goedkoper geproduceerd dan in Europa, zoals we zullen zien. En wie was diep, diep onder de indruk van, deze, van dit succes? Adolf Hitler. Want merkwaardig genoeg had Adolf Hitler geen rijbewijs, maar hij was enorm geïnteresseerd in auto's. Hij mocht er ook heel graag over praten, over auto's. En hij had kennissen die, die waar, hij met, over, waar hij mee sprak over auto's. Dat is een van de redenen, ik geloof ook dat Ledwinka, dat was die chef-constructeur van het Tatra-bedrijf, misschien zal dat een enkele oudere persoon nog aanspreken, de Tatra, dat was een Tsjechische auto in allerlei opzichten, een heel eigenaardig product. In het Louwman Museum staat, staat nog een prachtige grote Tatra, Zoals dus u wil zien hoe zo'n ding eruit zag, ze waren levensgevaarlijk, omdat ze ook heel staartlastig waren, dus die... Er werd gezegd dat de meeste Duitse officieren zijn vermoord door Taatra. Omdat ze dan veel te hard met zo'n ding gingen rijden op de autobaan. En dan uh, maakten ze ongelukken. Ja, die overleefden ze meestal niet. Maar ik geloof dit, dat je een Taatra had. Met een achtste lijn, motor achter de achteras. Ja, dat is, dat is vragen om, om enorme problemen in allerlei opzichten. Voorwielaandrijving. Een motor voorin met voorwielaandrijving is verreweg de meest veilige constructie. Je hebt, je hebt natuurlijk BMW die adverteren ook met de achterwielaandrijving. Toen bleek het onderzoek. Tenminste BMW-rijders als ze daarna gevraagd waren niet wisten of ze achter- of voorwielaandrijving hadden. Dus dan denk je ook, waar is dit precies goed voor? Nou, sowieso is natuurlijk de wonderlijke nadruk op sportief rijden. Is enigszins eigenaardig gezien. De moderne verkeersomstandigheden A en B. Ja, dat, dat in feite betekent dat je betrekkelijk gevaarlijk rijdt. He? Huur een circuit af, zou ik zeggen, als u de zin in heeft. Um, ja, dus Hitler, zodra hij aan de macht was, had hij het voornemen en moest een volksauto komen. Die volksradio hebben ze overigens al heel snel gerealiseerd. Daar kan je een heel behoorlijke radio voor, een hele schappelijke prijs. Als ik het me herinner, ik weet niet precies hoeveel Rijksmarkt, maar toch iets in de Noord 60 of zo nog. Wat toen goedkoop was voor een radio, dacht ik. En nou ja, Hitler komt aan de macht, zoals iedereen weet, in januari 33. En in diezelfde maand, het kan ook begin februari zijn geweest. treedt hij ook op als Rijkskanselier. op de autotentoonstelling in Berlijn. En daar houdt hij een reden, ja, een opmerkelijke reden, anders kun je niet zeggen dat. waarin hij zegt. De auto, dat is de toekomst van de Duitse natie. En ook de toekomst van de Duitse industrie ligt in de autofabrikage. Op dat moment een, een wonderlijke slag in de lucht. Want in Duitsland waren er relatief minder auto's dan in Frankrijk en in Engeland. Dat, dat waren in dat opzicht toch wat rijkere geoutilleerde landen. Dus deze mededeling was ronduit wonderlijk. En hij heeft ook direct een start gemaakt met dat idee van het volksautootje. Want op die tentoonstelling heeft hij gesprekken gevoerd met Ferdinand Porsche. Moest ik ook alweer zeggen, Porsche. Porsche? Porsche, dat zou de officiële uitspraak zijn. Porsche. Ja, met een E aan de tijd. Dat is iemand die heeft Ferdinand zelf nog gekend. En die, eh, daar heette Ferdinand Porsche. Ja, maar alle kenners die corrigeren je en die zeggen dan nee, niet Porsche, maar Porsche. Ah, kenners, ja. Ja, kenners, dat is wat. Uh, Porsche was toen, denk ik, die was zo'n 1875... Dus die was in 1933 al een uh, man op leeftijd. 58 als ik goed tel. Was zeker toen betrekkelijk oud. En Porsche was daarvoor, een belangrijke, Porsche, was daarvoor uh, een belangrijke reden. Namelijk, hij was de ontwerper van de raceauto van de Auto Union. De Auto Union op zichzelf was al een signaal van de ernstige gedeprimeerdheid van de automarkt. Want de Auto Union. En dat, dat zijn die vier riggen die iedereen kent. Tegenwoordig de Audi dat, gebruikt dat. Maar Auto Union was in feite een conctie van vier failliete bedrijven. Die samengevoegd waren en overheidshulp kregen. En om die toch een beetje op te stoten in de vaart der Volkeren. Hè, de andere grote racefirma in de jaren dertig was Mercedes-Benz. was de Auto Union. En Ferdinand Porsche, die had daar speciaal een. een zichzelf revolutionair revolutionaire raceauto voor ontworpen met de motor achterin dat werkte toen niet zo goed als tegenwoordig tegenwoordig heb je je heb je hebt even denken wanneer zal de laatste raceauto met de motor voorin gebouwd zijn dat is ergens halverwege de jaren 50 en toen nou ja al die, die die mercedes die die alles van de weg concurreerde die raceauto's dat was dacht ik 55 of zo. Die hadden nog de motor achterin. Al heel snel komen die Engelse constructeurs met de motor. Sorry, die hadden de motor voorin en heel snel komen die Engelse constructeurs met de motor achterin. Dat is in allerlei opzichten is dat veel handiger. Sowieso is het wel zaak de motor altijd tussen de assen te hebben, dus niet voor de vooras of achter de achteras. Veel Audi's trouwens hadden de motor deels voor de vooras. Dat zorgt wel voor enorme stabiliteit als je rechtuit rijdt. En als je heel hard rechtuit rijdt is dat ook voordelig. Maar het is eigenlijk geen fraaie constructie in allerlei opzichten voor het totale evenwicht van het weggedrag. Maar daar hebben we het niet over. Het gaat dus nu over die raceauto. En Ferdinand Porsche komt in gesprek met Adolf Hitler. En, en die, die ze hebben het over het volksauto. Hitler legt uit dat er moest een volksauto komen. Dat was van het allergrootste belang. Eh, tegelijkertijd beseft daarbij, als je denkt aan een volksauto, dan moeten er ook wegen zijn waarop dat ding kan rijden. Waren er waren plannen, de Weimar Republiek had al plannen voor autobanen, maar die waren nooit gerealiseerd. En dat moet de nazi's nagegeven worden. Die zijn begonnen met het systeem van autobanen aan te leggen. Want ja, wat heb je aan een auto als je er niet meer rijden kan? of, of, of. Als je al van zeven kilometer buiten Utrecht in een metersdiepe modder zinkt met je, met je autootje, dat is natuurlijk... De, het, het, ik denk zelfs, ik meen ooit gelezen te hebben, dat er zeker in de aanvangsfase van dit systeem, want de auto is natuurlijk een, bestaat alleen bij gratie van een systeem, namelijk dat er een wegennet is, dat er benzinepompen zijn. He, al, al die dingen, daar moet voor gezorgd worden. En die waren er allemaal aanvankelijk niet. Het autorijden was zeker voor 1910 een enorm avontuur. Hè. Het was ook alleen voor rijke mensen. En meestal had je een chauffeur die ook handig was voor het geval. Er een lekke band was of zo. Je ziet ook vaak van die auto's die wel drie reservebanden achterop hadden voor het geval. Dat, nou ja, je moest jezelf vaak uit de modder graven. En dat het vervolgens, zeker ook in de Verenigde Staten, dat is natuurlijk het enige waar ik echt veel van weet dacht ik is in de jaren twintig meer geld aangegeven, uitgegeven aan het bouwen van een nieuw wegennet voor de auto dan aan de auto's en dat is natuurlijk allemaal op overheids op, op gemeenschapskosten vergeet dat nooit die wegen waar u over rijdt met uw autetje die zijn op gemeenschapskosten aangelegd dus iemand die geen autetje heeft die kan daar eigenlijk geen gebruik van maken dus ook als u geen auto heeft ik durf het nauwelijks te zeggen dit is helemaal niet bedoeld als reclame, maar als u echt gebruik wil maken van alle voorzieningen waar de Nederlandse uh, overheid in voorziet, dan zou u eigenlijk ook het wegennet actief moeten gebruiken en daar heeft u een autootje voor nodig. Oh, je u kunt zo'n groen autootje kopen. Of een huurauto. Ja, ja, of een huurauto, precies. Ja, nee, dat is, dat is allemaal mogelijk. Nou ja, uit dat gesprek van, van uh, Hitler met uh, Porsche... Daar, daar volgt eigenlijk een soort opdracht voor Porsche uit. Uh, Denk daar eens over na. Maken ze een plan voor zo'n volksauto. Hoe zou dat er nou precies uit moeten zien? En Hitler had daar ook voorstellingen van. Allemaal geënt natuurlijk op het uh, Amerikaanse voorbeeld. Eh, het mocht niet duur zijn. Het moest kwalitatief hoogwaardig zijn. Eh, nou, al die, aan al die eisen zou moeten worden voldaan. En Porsche gaat aan de slag. En eh, die eh, denkt daarover na. En die produceert in, eh, ik dacht 17 januari van 1934, van het jaar daarop dus, een exposé, zoals hij het noemde. Waarin hij eigenlijk een nauwkeurige beschrijving geeft van wat het moet worden. Hoe zwaar het ongeveer moet zijn. En hoe het er ongeveer uit moet zien. Wat de basisprincipes zijn. Hoe het aan de buitenkant ziet, eruit moet zien. Er waren ook tekeningen bijgevoegd van hoe het aan de buitenkant eruit moet zien. Als je dat ziet, dan zeg je dat is de kever. Ja, toen nog geen achterraampjes, maar goed, dat, dat is een, een detail, zal ik nou maar zeggen. Dus de, de geboortedatum van de kever is 17 januari 1934. En, en ook, ook Hitler was er eigenlijk heel tevreden mee, en dan begint eigenlijk de lange, lange. Ontwikkelingsgeschiedenis van de kever. Want dat is nogal een ontwikkelingsgeschiedenis geweest. Er zijn weinig auto's die, volgens mij, zo solide en langdurig op de proef gesteld zijn. in diverse voorseries als de kever. Misschien dat dat ook wel een van de redenen is van de, van de aanzienlijke en, en voor die tijd verbazingwekkende kwaliteit van de kever. Uh, de eisen die, of liever gezegd, de beschrijving van, uh, van Porsche. Die was eigenlijk in overeenstemming met wat je toen zou denken. over hoe een goedkope, maar toch kwalitatief hoogwaardige auto eruit zou moeten zien. Er kwam een luchtgekoeld motortje achterin. Je kunt zeggen, waarom nou? Waarom nou luchtgekoeld? Want dat maakt een enorme takkenherrie-luchtkoeling. Dat is algemeen bekend. Lollig voor een motorfiets. Maar in een auto is het toch niet zo verschrikkelijk handig. Maar vergeet niet. Luchtkoeling betekent dat je het hele systeem van waterkoeling niet nodig hebt. Je hebt geen radiator nodig, je hebt geen waterpomp nodig, het kan niet bevriezen. Uh, er zijn geen leidingen nodig waar dat water doorheen moet lopen. Dus het niet... scheelt ruimte en gewicht. Ja, maar vooral scheelt het mogelijkheden dat er iets kapot gaat. Dat, dat is het, eigenlijk het belangrijkste. Tegenwoordig is dat allemaal zo, die productietechnisch is dat tegenwoordig allemaal heel anders. zijn veel solider, de toleranties zijn veel kleiner, dus de kans dat het kapot gaat is een stuk kleiner. Zo sterk allemaal, dat als jij morgen een motorfiets koopt, zul je zien dat die ook meestal watergekoeld zijn. Er zit een fijn klein radiatortje zit daarin. Dus zelfs motoren zijn niet, maar die maken overigens nog wel een ongelooflijk onbeschrijfelijke takkenherrie. Maar iedereen weet dat ze daarvoor speciaal gekocht worden. Om met dat ding een ongelooflijke onbeschrijfelijke takkenherrie te veroorzaken. Omdat de motorfiets tegenwoordig al heel gauw ergens tussen de 10.000 en de 15.000 toeren kan maken. En ik kan je verzekeren dat een verbrandingsmotor die, tegen, die dat soort van toeren maakt, altijd een onbeschrijfelijke takkenherrie maakt. Denk aan Formule 1 auto's. Ik weet niet wat die tegenwoordig gaan toeren draaien. Misschien wel, wel 18.000 of zo. Ik heb geen flauw idee. Je ziet wat er mogelijk is op, op zichzelf. Um, ja, de Formule 1 wordt altijd aangeboden. Van, dat is heel belangrijk, want daar worden nieuwe ideeën ontwikkeld voor, voor het dagelijks gebruik. Daar geloof ik eerlijk gezegd. Maar geen reden reed van. Uh, maar goed, dit, dit tussen haakjes. Um, het is natuurlijk wel een reclameobject, een raceauto. Reclame dus dat is heel symbolisch. Nou ja, denk aan onze vriend Max Verstappen en de onbeschrijfelijke wonderlijke opwinding die hij in Nederland veroorzaakt heeft. In een sport waarvoor we in Nederland niet geen balbelangstelling hadden, tot er een Nederlander goed in was. Ik zal mijn slappe grap over deze zaak zal ik deze keer niet vertellen, maar het blijft wel een beetje gek. Ja, dus begin 1934 was eigenlijk het ontwerp klaar. Een luchtgekoeld motortje, achterin. Een, 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 hoe heet het? een platform chassis. He, geen zelfdragende carrosserie, een platform chassis. He, het waren allemaal relatief goedkope oplossingen die je toch met een redelijke kwaliteit kon vervaardigen. He, die, dat die achterwiel het, motor, het motortje achter de achteras betekent natuurlijk ook achterwielaandrijving met pendelassen. Ook tegenwoordig een. Constructie, want die kunnen nogal flink bewegen. De die een mens toe zou passen. Maar toen was het een handige constructie. Die niet al te duur was en toch betrekkelijk betrouwbaar. Eh, het gewicht had hij gedacht: zo'n 650 kilo. En dat zou in principe moeten worden voortgestuwd door een motortje van, ik meen, 26 pk. Want ze hadden uitgerekend: dan kon dat ding op die oh, eventueel nog aan te leggen. Autobahn, ongeveer 100 kilometer. Per uur als kruissnelheid aanhouden. Wat toen uh, echt. Voor, maar denk aan die T-Ford, 70 kilometer. Dat was in feite formidabel hard. Uh, hoe gaan we hier verder met dit verhaal? Het, het gekke is, de, de enige wat nog niet echt gekozen was, was het de motor. Moest het nou een viercilinder worden? Moest het viertakt worden? Of moest het tweetakt worden? Een twee cilinder. de allereerste voerserie, had een tweetakt. Twee cilinder. Luchtgekoelde, twee takt, twee cilinder. Veel simpeler kun je echt een motortje niet maken. Dat is te, te vergelijken met, met het motortje van het Trabant. In feite was ook het motortje van het Trabant een vooroorlogs motortje. Wat, wat ook door DKW werd een twee cilinder, luchtgekoelde, twee takt gebruikt ja dat, dat kun jij ook bij mij spreken in elkaar schroeven dat hebben we een twee want nou, daar heeft natuurlijk ook geen lucht gekoeld dus al die rommel zit er niet aan van die koeling van die waterkoeling Er zitten boven niet geen kleppen aan en er is ook geen nokkaas. kortom het is echt nou, het werkt het is onzuinig maakt zo'n blauwe walm maar... en uiteindelijk hebben ze daar toch van afgezien ze hebben uiteindelijk toch besloten om een viercilinder Luchtgekoelde boksenmotor in te bouwen. Het fameuze Volkswagen motortje. Eh, ook, van, ook weer van, met, met goed, van goede kwaliteit. Eh, eh, voortreffelijke ma materialen. Ik geloof van een soort lichtmetaal gegoten. Het was. Het was nou ja, ze hadden alles uit de kast gehaald Eigenlijk om er een, een modern en efficiënt motortje in te zetten. Wat ook later aan, na de oorlog een enorme reputatie had op het gebied van de betrouwbaarheid. Want dat moet wel gezegd worden. Dat de kever natuurlijk in zijn, in zijn gloriejaren, jaren, dus de jaren 50, begin jaren 60, natuurlijk veel betrouwbaarder bleek te zijn dan eh, bijvoorbeeld Franse auto's van ongeveer een vergelijkbare prijs. Weet je, waardoor je al snel tot denkt aan de Franse slag en, en die Duitsers hoeven het allemaal veel solider in elkaar. En, en al die arbeiders aan de lopende band. Het zijn natuurlijk ook Duitsers. Eh, tot ik ooit een bezoek bracht aan de, aan de BMW-fabriek. Ik kan er iedereen die erin geïnteresseerd is mededelen dat uit mijn waarnemingen bleek dat er wel Duitsers werken, maar niet zo heel veel. En dat BMW's is een vooral de gastarbeiders in elkaar gezet worden. Niet dat dat overigens, Maar ik wil maar zeggen dat het hele idee van Duits, altijd solide Duitsers, niet waar, die schroeven de boel pas goed aan. <laughs> zo, zo is het ook weer niet. Ik heb het al eens eerder gezegd. Eh, eigenlijk is in allerlei opzichten, Hitler heeft niets positiefs nagelaten behalve één enkel ding, namelijk het kevertje. Dat, dat is het enige waarvan je zou kunnen zeggen dat dat was positief. Al moet je daar ook weer, eh, alles heeft in het derde rijk, zeker zijn Ravelrand, ook de, de, de Volkswagen is weer deels, en zeker dacht ik ook die Kubelwagen met uh, slavenarbeid of in ieder geval dwangarbeid uh, in, elka in elkaar gezet. Maar na de oorlog is het een ongekend succes geworden. Je kunt rustig stellen: zonder Hitler geen geven. Dit is de verlosser van Duitsland. Dit is de redder van Duitsland uit de nood. Geniet ook op vakantie van de warme stem van Maarten van Rossum. Dit is Der Eine, de man waarop we gewacht hebben. en die van Duitsland weer zal maken wat Duitsland ooit geweest is, of zelfs misschien. Nog wel meer dan dat. Download het luisterboek over Hitler via de link in de beschrijving. En dat betekende dat velen in feite hun kritiek hebben opgeschort.